Ik ben er ook heilig van overtuigd als een van die drie instanties op dat moment zich anders opgesteld had, dat we nu nog hier keukenkampioen-divisie gespeeld hadden. Achilles 29 won als amateurclub alles wat er te winnen valt en ging toen het profvoetbal in. Een vierjarig avontuur dat dramatisch afliep met degradatie. Vandaag, 10 jaar geleden, speelde Achilles de eerste wedstrijd in de eerste divisie, uit tegen Emmen. Tijd voor een terugblik. Het avontuur begint met een valse start, want Achilles komt een half uur te laat aan in Emmen. We zijn net gearriveerd en moeten ons nu ook meteen klaarmaken voor de wedstrijd. Dus ik loop weer door, hartstikke goed. Ja? Het eerste doelpunt in het betaald voetbal wordt gemaakt door Freek Tonen. Jammer dat het maar voor korte duur was, dat hij binnen een half minuut weer aan de andere kant erin lag. Maar zal de boeken ingaan als de eerste. Het wordt uiteindelijk 2-2 en de gelijkmaker van Emmen is van een speler die later heel bekend wordt. Toenmalige spits die diep in blessuretijd 2-2 maakte en die nu voor Manchester United onlangs uitkwam. En zelfs het Nederlands elftal, Wout Weghorst. Ik denk dat we allemaal trots mogen zijn op wat we vandaag bereikt hebben. Achilles eindigt als laatste in het debuutseizoen. Maar de jaren daarna gaat het steeds beter en de Groesbeekse club lijkt op weg om een stabiele eerste divisionist te worden. Maar dan gaat het volledig mis. Dat had vooral te maken dus dat natuurlijk een lokale overheid geen garantstelling gaf voor een lening van maatschappelijk financieren die wij geregeld hadden. De KNVB past de regels aan dat niet na 3 jaar de proflicentie werd gegeven, maar pas na 4 jaar. En natuurlijk een krant hier uit de regio die deed ook een duit in het zakje. Achilles loopt een heel seizoen achter de feiten aan en degradeert. En dat was volgens Derks onnodig. Ik ben er ook heilig van overtuigd als een van die drie instanties op dat moment zich anders opgesteld had, dat we nu nog hier keukenkampioen-divisie gespeeld hadden.